Match 6 in the 2007 Topic International Darts League. Would you please welcome a man in 2006 captured the titles of the German Open, Swiss Open, Isle of Man Open, British Classic, Gold Cup. He's the reigning Scottish Open champion. From Eyemouth, Scotland, the dream boy, Gary Anderson. His opponent, a former World Match Play Las Vegas Desert Classic finalist, Dutch and Danish Open champion. Please welcome Hawaii 501, Wayne Mardle. De mannen zijn op het podium. Gary Anderson, de 36-jarige Schot. Tegen, ja, misschien nu al de publiekslieveling. De man die zo goed met zijn PR omgaat. Wayne Mardle. Die zich goed verkoopt in Nederland. Ook in Hengelo zagen we dat al. Lieveling van het publiek. Zoekt het contact. Maakt sfeer. Ja, hij ontpopt zich echt. Ja, als ook de darts voor hem vallen. En de man kan absoluut spelen. Laten we daar geen misverstand over laten bestaan. Dan is het een gevaarlijke klant. Maar ja, dat geldt voor deze Gary Anderson ook. Op de vloer, fantastisch. Ja, we mogen misschien wel zeggen, de beste van de wereld misschien wel op de vloer. Ja, hij komt er in ieder geval dichtbij in de buurt. Hij is niet voor niets natuurlijk nummer 1 van de WDF-rankings. Maar het podium is altijd zo moeilijk voor hem. Het is bijna een onneembare veste. En daar gaat Mardle alweer. Ja, je moet er als tegenstander ook tegen kunnen dat deze man achter je rug de meest bizarre dingen doet. Terwijl jij je drie pijlen aan het gooien bent. Maar ja, het is leuk om naar te kijken. Ja, Anderson haalde in 2003 de halve finale van Lakeside. En verloor hij van Richie Davies. Maar die halve finale plaats, die achtervolgt hem eigenlijk vanaf die tijd. Toch moet een keer dat moment komen dat Anderson het voor elkaar krijgt om op het podium ook zo'n wedstrijd neer te zetten. 180! Ja, je kunt slechter beginnen. Mardle met 180. 60. Ja, we maken nogmaals onze excuses voor het ontbreken van de scores in beeld. Maar het technisch probleem is nog altijd niet opgelost. We zijn daar hard mee bezig. Tot die tijd zullen wij u bijpraten. Mardle op 184 in de leg die Anderson is begonnen. Anderson staat daar niet ver vandaan op 176. 140, laat dubbel 18 voor Anderson. Dat lukt. Dus toch Mardle nog een aardige opdracht. 128. Triple 18 beginnen. En lukken. Nog een triple 18 is dubbel 10. Nu triple 10 voor tops. Maar dan is het afwachten. Dubbel 18 voor de 1-0 van Anderson. Daar heeft hij dan nog één pijl voor. En aan het liggen. En dus de kans om gelijk te breken voor Mardle. Tops, drie pijlen. Dubbel 15. En daar is hij dan. Mardle breekt Gary Anderson en komt op een 1-0 voorsprong. Dan mag hij zelf gaan beginnen.
En oh, weer zo'n mooi voorbeeld van het verschil dus tussen Henderson op de vloer en Henderson op een podium. Op de vloer had Henderson die dubbel 18 echt niet gemist. 99. Het moet ook een enorme frustratie voor hemzelf zijn als je op de vloer zo goed gooit. Bijna iedereen gewoon de deur uitgooit. En dan kom je op zo'n podium, het is 1,5-2 meter hoger en dan lukt het niet. 100. Henderson heeft een licht voordeel in de leg die Mardle is begonnen. 176 staat er voor Henderson. Mardle stond op 242, nu 100. Dus op 142. En dus zijn er wel weer mogelijkheden voor Henderson. 92. Zo direct mag hij terugkomen voor 84, Gary Henderson. Mardle finish niet. 54. Gary require 84. Triple 20? Nee. Ja, daar gaan we alweer. Triple 13 laat tops. Triple 19 is dubbel 11. Triple 19, de meest gebruikelijke wijze, maar mist hem. Dan krijgt Mardle de kans. 44. Voor triple 20 en dubbel 14. En dus de dubbel 14 voor Mardle, de 2-0. Komt hij eraan? Nee. 16. En dus Gary Henderson met tops nu dan wel voor de 1-1 en de break terug. Ja, nu wel in één keer. Dus beide heren een keer gebroken. Dan gaan we nu eens naar de derde leg. Dan mag Henderson beginnen.